De Anton de Kom Universiteit die bestaat morgen 1 november precies 55 jaar. En in de studio hebben we niemand minder dan de voorzitter van het bestuur, mevrouw Shanti Venetian. Goedemorgen, welkom bij Mama Tentaki. Mag ik de eerste zijn die u feliciteert met 55 jaar ADEC? Ja, u bent een beetje vroeg, want het was morgen, maar dank u wel. Ja, mensen zou zeggen, dit is na vindt toch? Vandaag is Oroyari. Mevrouw Venetian, u bent niet nu verbonden aan ADEC. Natuurlijk nu als voorzitter, maar toch als we mogen kijken vanaf uw periode. Aan de universiteit tot nu toe. Hoe heeft u dat zelf ervaren? Ja, ik ben er al 26 jaar, voltijds. Prettig. Het is een hele prettige werkomgeving. We hebben wel veel uitdagingen. Maar het is prettig om met jonge mensen te werken en te helpen om ze te vormen. Ja. Dus dat is heel interessant. Ja. ADEC is onze enige universiteit in Suriname. Okay. En natuurlijk heel, heel belangrijk voor onze wetenschap. Voornamelijk in de afgelopen periode heeft u toch wel gemerkt de groei aan de universiteit vanuit de studenten? Ja, er is zeker groei. Een groei voor wat betreft aantal studenten. Het gaat een beetje met ups en downs soms. Maar ook groei wat betreft het aantal opleidingen. We hebben heel lang 3 faculteiten gehad en ondertussen hebben we er 7. Dus er is zeker groei. We hebben heel hard gewerkt aan de kwaliteit van onze opleidingen. Dus één voor één proberen we ze allemaal geaccrediteerd te krijgen. Ja. Het vraagt veel inspanning, maar het gaat, het loopt. Ja. En onze grote prioriteit voor de komende tijd is om vooral het onderzoek, het wetenschappelijk onderzoek, ook echt aandacht te geven. Ja, hoe loopt dat nog niet zo echt? Hoe wordt het? Het is te weinig. Dus op sommige plekken is het heel goed. Bij sommige studierichtingen of opleidingen. Of soms heb je een bepaald individu dat heel goed bezig is wat betreft wetenschappelijk onderzoek. Maar we willen het over de gehele linie willen we een bepaalde minimale output aan wetenschappelijke publicaties en dergelijke hebben. Ja. Als we kijken naar de studenten die zich aanmelden, we weten een tijdje was er ook sprake van heel veel limiters op ADEC. Ja. Hoe staat het met die case? Dus dat is eigenlijk opgelost. Er zijn dus, men heeft toen echt veel inspanning gepleegd om die studenten afgestudeerd te krijgen. En dat is voor een groot deel gelukt. Sommigen zijn gestopt met de studie. En anderen, je kan je opnieuw inschrijven en dan kan je vrijstellingen krijgen voor wat je al hebt afgerond. Dus dat soort constructies zijn er ook. Ja. Voorzitter, als we kijken naar onder andere de ADEC zelf, de organisatie. Ja, we weten dat in de afgelopen periode er, natuurlijk, u zegt dat er zijn heel veel inspanningen geweest om zaken gedaan te krijgen. Los van het feit dat er onderzoek, onderzoek een van de zaken is, wat zijn toch wel de uitdagingen binnen de universiteit? Ja, dus de grootste uitdaging is zoals in het hele land, gebrek aan middelen, gebrek aan geld. Ja. Want wetenschappelijk onderzoek kost heel veel geld. We kregen dus subsidie van de overheid. Maar dat gaat eigenlijk bijna helemaal op alleen maar aan salarissen. Dus je hebt dan nauwelijks ruimte om andere dingen te doen. Dus dat is de grootste uitdaging. Ja, als we kijken naar, er wordt aan de ene kant, hoor je het soms bij het begin van een nieuw schooljaar, dat er personen zijn, of tenminste studenten, die vinden dat toch wel de prijs die men moet betalen voor zo'n schooljaar aan de hoge kant is. Is dat wel waar? Het is als we waar een vergelijking moeten kijken met het Caribisch gebied. Het is van waaruit je het bekijkt. In feite betaalt voor de bacheloropleidingen betalen de studenten geen, wat we noemen, collegegeld. Dus hun bijdrage gaat niet naar de geen docenten. Wat wordt betaald aan de docenten komt van de overheid. Dat zit in die subsidie. Maar wat de studenten betalen zijn de andersoortige kosten, kantoorkosten, water, licht en dat soort dingen. En ook faciliteiten voor de labs, apparatuur en noem maar op. En als je het bedrag vergelijkt met bijvoorbeeld Guyana,
In Guyana betaal je al $1,000 per jaar. Als je vergelijkt met Trinidad zitten we ook echt heel laag. Mm. Ik kan me wel voorstellen dat het bedrag op zich niet zo makkelijk op te brengen is voor een student of een gezin. Als er bijvoorbeeld 3 kinderen op de universiteit zitten, is het misschien inderdaad moeilijk om 3 maal, dit jaar was het 4.200, op te brengen in 1 keer. Maar daarom hebben we ook termijnbetalingen die mogen. Mm-hmm. En we maken toch vrij vroeg bekend wat het bedrag zal worden. Dus men kan dan er naartoe sparen. Ja. Mm-hmm. Dat zou dat, indien het opgeschroeven, toch wel een hulpmiddel zijn voor ADEC om enkele zaken te ondernemen? Ja, het zou zeker een hulpmiddel zijn. Ja. Ja. En met de masteropleidingen, zijn die bedragen wel conform? Bij de masteropleidingen is het beleid, de opleiding moet zichzelf betalen. Okay. Dus daar heffen we wel collegegeld. Ja. Dus de docenten die ingezet worden bij de masteropleidingen, die moeten betaald worden uit het collegegeld dat de studenten betalen. Ja. En dat is dus ook een issue, want dan moet je voldoende studenten hebben. Mm-hmm. En niet bij alle opleidingen heb je dat. Dus hier en daar is het niet helemaal kiet. Maar als we zeggen van deze opleiding is toch te belangrijk, het moet toch wel doorgaan. Dan zoeken we een manier om het toch te organiseren. U gaf net aan, voorzitter, dat... Mm-hmm. Over, als we kijken naar het stukje van accreditatie, niet alle faculteiten zijn nog geaccrediteerd. Waar ligt dat toch nog? Nou, het gaat per opleiding, hè. Mm-hmm. Dus een faculteit heeft misschien 6-7 opleidingen. Mm-hmm. En dan moet je elke apart accrediteren. Mm-hmm. Het heeft te maken met, je moet heel veel documenten moet je klaarmaken. En je moet... de mensen die werken moeten volgens een bepaalde standaard gaan werken. Mm-hmm. En de ene is daar sneller mee dan de andere. Mm-hmm. Dus daar ligt het aan dat nog niet iedereen, nog niet alle opleidingen geaccrediteerd zijn. Ja. Mm-hmm. Ja. Hoeveel opleidingen zijn tot nu toe geaccrediteerd? Zo. Of faculteiten? Ongeveer 20. Okay. Ja. Okay. Ja, ongeveer 20. Als we kijken naar onze positie als ADEC in voornamelijk het Caribisch gebied, hoe staan we ervoor? Even terug, ik denk eerder 14 opleidingen. 14, hoor? Ja. Okay. Hoe we ervoor staan. We zijn, de opleidingen van ons zijn best wel goed. Okay. Ja? Maar net zoals ik zei, voor wat betreft het stukje van onderzoek, daar hebben we dus nog heel veel in te halen. Vergeleken zeker met een universiteit als de University of the West Indies. Mm-hmm. Ja? Met Guyana ken ik de vergelijking niet uit het hoofd. Mm-hmm. Ik denk dat die zo ongeveer zijn zoals wij zijn. Ja. Ja. Zou dat ook geen hulpmiddel zijn, als we even terug gaan naar een stukje van onderzoek, om toch wel financiën binnen te krijgen? Nou, dus we zitten niet stil hoor. Dus we hebben ook samenwerkingsverbanden in de regio, maar ook buiten de regio. Dus Nederland natuurlijk, dat is vanwege de taal. En ook met andere universiteiten zijn er samenwerkingsverbanden. En dan kan je dus hebben dat er projecten zijn, donorprojecten, waarbij er dan geld beschikbaar wordt gesteld. En dan sluit onze universiteit aan. En je hebt ook mensen, onze eigen onderzoekers, die projecten indienen, projectvoorstellen indienen en zo aan financiering komen voor hun onderzoek. Ja. Als je kijkt, morgen is 55 jaar, er zijn voornemens natuurlijk. Ja. Wat zijn de voornemens van... Voor morgen? Nou, niet voor morgen, over de universiteit. Voor de universiteit natuurlijk. Ja, dus in ieder geval, zoals ik al zei, het onderzoekstukje echt oppakken. Verder gewoon de infrastructuur, de gebouwen, willen we toch beetje bij beetje in een betere staat brengen. Want ze waren er erg aan toe, het terrein. Dus dat soort dingen. En gewoon als geheel de universiteit als organisatie efficiënter laten draaien. Ja, u zegt efficiënter laten draaien. Wat mag ik daaronder verstaan? Dus kosteneffectiever. Okay. Hè? Dus dat je op plaatsen waar je misschien zoveel mensen nodig had. En als blijkt dat er bijvoorbeeld een software bestaat waarmee het makkelijker wordt. Dat je dan misschien met minder mensen
hetzelfde werk kan verzetten. Dat soort dingen. Aan dat soort dingen moet je denken. Als we kijken naar dat stukje van buitenlandse studenten aan onze universiteit, hoe zit dat stukje? Oh, dat is nog nauwelijks op gang gekomen hoor. Daar zitten we met de taal natuurlijk, dus dan kan je eigenlijk alleen studenten uit Nederland of België ontvangen. Of misschien van Curaçao, Aruba. Wat er wel is, is dat soms studenten uit het buitenland hun afstudeerwerk komen doen in Suriname. Dus bijvoorbeeld een bioloog die geïnteresseerd is in tropische planten of iets dergelijks. Dus dat soort dingen komen wel voor. Ja. Maar niet dat een student zich echt komt inschrijven om een volledige opleiding te doen. Dat hebben we nog nauwelijks. Ligt dat ook aan de accreditatie, onder andere? Niet per se, want ook bij de geaccrediteerde opleidingen zien we niet een toestroom. Maar we hebben het ook nog niet gepromoot. We hebben het ook niet gemarket nog. Ja. Want natuurlijk ga je dan nog wat randvoorwaarden. Je gaat bijvoorbeeld huisvesting misschien niet helemaal zelf moeten regelen, maar als iemand van buiten komt, moet er huisvesting zijn en al dat soort dingen. Verzekering en nogmaals de taal. Ja. De taal geeft beperkingen en de bekendheid van onze universiteit. Dus we zullen het dan moeten hebben van echt opleidingen die je nergens anders zou hebben. Ja. Want anders gaan ze naar een bekender land, zeg maar, om die opleiding te doen. Ja, Maar zo onze accreditatie van de verschillende faculteiten of opleidingen een best wel hulpmiddel zijn om je dat als wel universiteit beter te positioneren? Sowieso, ja. Het is ook zo dat voor studenten die verder willen gaan studeren, want onze opleidingen zijn over het algemeen tot bachelor, maar stel dat iemand een master ergens anders wil gaan doen, dan is het zeker wel een hulp als ik kan aantonen van ik kom van een geaccrediteerde opleiding. Ja, ja. Mevrouw Fenichan, ADEC is best wel wetenschappelijk, maar in de afgelopen periode, als ik het toch wel een beetje zo mag zeggen, heb je enkele hbo-opleidingen zien komen als paddenstoelen uit de grond. Yeah. Het leek best wel op een concurrentie richting ADEC. Het is concurrentie, ja. Aan de andere kant, zij doen andere dingen. Ja. Want een hbo-opleiding is anders dan wat wij doen. Dus op zich, je kan zeggen, misschien een gezonde concurrentie. Maar hoe staat het dan met de markt? Wat zijn de rapportages die u kreeg van zeg maar die arbeidersveld? Nu, want je hebt dan mensen van ADEC en van HBO. Men zegt eerder HBO is dan eerder beroepsgericht. Dus de bedrijven, veel van onze bedrijven zijn op dit moment wel, zeggen ze, meer op zoek naar HBO'ers. Mm-hmm. Aan de andere kant, wanneer ze verder gaan groeien en weet je, gaan ze ook merken van, ik heb toch ook mensen nodig die een academische opleiding hebben. Ja. Meer analytisch ingesteld zijn. Dus, misschien dat u toch een beetje daarop verder kunt ingaan. Want ik denk dat veel mensen toch wel niet het verschil herkennen. Hè? Dus, als je wetenschappelijk bent afgestudeerd en dat je nou vanuit de hbo-opleiding komt. Ja, dus bij hbo, die B staat voor beroep. Dus je gaat, je leert een beroep te gaan uitoefenen. En je leert vooral hoe je iets moet doen. Toch? Heel belangrijk hoor. Dus niet een natrap natuurlijk. Die mensen hebben we inderdaad hard nodig. Maar op een gegeven moment heb je dus ook mensen nodig die abstracter bezig kunnen zijn, een groter plaatje kunnen zien, beter kunnen analyseren, analytischer bezig kunnen zijn. Ja. We horen het vaak, hè? De president heeft aangegeven, Suriname heeft best wel een capaciteitsprobleem. Er zijn weinig mensen met capaciteit, maar we hebben onze ADEC. Maar we hebben een beetje ook een situatie van, dus niet dat het echt zo is, een beetje dweilen met de kraan open, ook een beetje. Hè? Ja. Mensen trekken weg. Ja. Ja, dus je leidt op en in feite kost het niet veel wat de student moet betalen. En een heleboel wanneer ze hun diploma hebben, niet iedereen, trekken ze weg. Ja. Ja. Dus daardoor blijft het capaciteitsprobleem. Dus je stopt wel erin,
Maar de output is, zou beter moeten zijn, zou meer moeten zijn. Hoe zouden bedrijven, particulieren, hoe zouden dus meer moeten betalen aan, iemand die, om het zo op te zeggen? Het zou fijn zijn, ja. Het zou fijn zijn, ja. Ja, wat is dat, dat zijn ook de geluiden die je hoort. In het buitenland wordt het beter betaald. Klopt. En dus voor één op één begrijp ik dat wel. Maar ik denk wel dat we als, Suriname, als land, wel moeten kijken van als we zoveel stoppen in de mensen, in de jonge mensen, moeten we wel uitkijken dat we wel eruit halen. Je gaat niet 100% eruit halen, maar toch wel meer dan nu het geval is. Ja. Ik heb het antwoord op dit moment ook niet hoor. Ja, ja, ja. Want ik ben ook geen voorstander om mensen te verbieden het land te verlaten. Dat, werkt ook niet. Ja. Maar dus wij gaan manieren moeten vinden om het hier dus aantrekkelijk genoeg te, maken. Dat men wil blijven. Ja, want gezien de sectoren, voornamelijk die de president aankaart, er zijn haast volgens mij. Als we kijken naar 17 ministeries die verschillende sectoren vertegenwoordigen, wordt er vaker aangehaald. Ja, bijna op haast elk ministerie is er dus sprake van een, beperking aan, mensen die deskundig zijn. Ja, en dan denk je van toch, maar dan hebben we toch een ADEC die, als ik zo mag kijken naar alle 17 ministeries, best wel een. Ja, maar de bedrijven nemen de mensen ook af. Ja. En die betalen toch beter dan de ministeries, dus dan hebben de ministeries het een beetje moeilijker om mensen te vinden. Is dat ook een optie waarin de overheid zou moeten bekijken? Onze schaalindeling qua. Maar ze hebben het geld ook niet. Ja. Er zal eerst die sanering moeten komen van het ambtenarenapparaat. Dan pas denk ik dat je naar hogere salarissen gaat kunnen gaan. Ja, ja. Mevrouw Venetiaan, morgen zelf is de dag, 55 jaar. Ja. Hoe ziet het eruit? De dus we beginnen morgenochtend met de onthulling van beeld, standbeeld van Anton de Kom. Want we hebben al een, kop, die staat er al jaren. Maar dit standbeeld was een schenking van staatsolie 5 jaar geleden, toen we 50 jaar bestonden. Het beeld is gemaakt door Erwin de Vries. En het wordt dus morgen onthuld door de president van de Republiek Suriname. En er zijn dan wat sprekers. En dan hebben we 's avonds om 6 uur hebben we de traditionele DS-rede. En dan wordt er een verslag over het afgelopen collegejaar. Nou, geweldig. Mevrouw Venetiaan, hartelijk bedankt dan. Ja. U heeft nog iets toe te voegen? Nee, dus in de loop van het jaar gaan we ook nog wat activiteiten hebben in verband met 55 jaar. Nee, daar kijken we zeker naar uit. Nou, mevrouw Venetiaan, voorzitter, hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio. Ja. En nogmaals gefeliciteerd met Dank u wel.